Dit is Jurgen Staels, zaakvoerder van O'Leary's in Gent. Volgens hem is O'Leary's een atypische zaak. Het is geen klassieke bowling, pub of restaurant. De zaak is een combinatie van verschillende onderdelen. In O'Leary's hangen veel televisies waar ze verschillende sportswedstrijden uitzenden. Als klant kan je een wedstrijd aanvragen. We hebben onze kaart gewijzigd. We hebben eigenlijk voornamelijk ervoor gekozen. Je kan eigenlijk twee dingen doen als je te maken krijgt met prijsstijgingen. Ofwel kan je gewoon prijzen gewoon mee met de inflatie naar boven trekken. Maar ik vind dat een beetje een gevaarlijk verhaal. Dus we hebben ervoor gekozen om eigenlijk met meer producten te werken met een grotere marge op. Een klassiek voorbeeld is je kan gewoon een cola of een Fanta of een Sprite bij ons kopen. Maar we hebben dus eigenlijk een aantal homemade drinks op de kaart gezet. Omdat die drinks veel goedkoper zijn om te maken. En we hebben dus een grotere marge op die producten. In O'Leary's gebruiken ze geen klassiek systeem om met de inflatie om te gaan. Met hun zelfbedacht systeem breken ze week na week hun eigen record. Ze merken niet dat het aantal klanten afneemt en zeker niet dat ze minder consumeren. De zaak is de laatste jaren met succes gestegen. We breken ontzettend veel records week na week en de inflatie is nu al even bezig. Dus we hebben zeker niet gemerkt dat er minder mensen komen. We hebben een stijging gezien in bij ons, maar dat is algemeen in de sector met bowlingactiviteiten. Dus we hebben zeker en vast niet gemerkt dat er minder mensen kwamen. De klant scant de QR-code en bestelt via een online webshop. Jurgen Staels merkt dat klanten meer producten consumeren omwille van de visuele menukaart.
waardoor de cocktails betaalbaar blijven. De klanten zien leuke foto's van het aanbod en een betaalbare prijs, waardoor ze makkelijker consumeren.